Een hele goede middag, dames en heren. We beginnen vandaag weer in het prachtige Walnut hoofdkwartier. En we zitten hier bij mijn bureau, in mijn kantoor, lekker een stukje cake te eten en te genieten van het uitzicht. Wat als ik zo zie eigenlijk alleen maar water is. In de vorige aflevering heb ik met meneer KB en Justin een interview gehad, een sollicitatie. En zijn zij officieel hier komen werken. We hebben hier het kantoor van Chefkok Plus KB. Hij heeft zijn deur open laten staan. En we hebben hier het kantoor van Oranje Shirt Gast, oftewel Justin. En hij heeft zijn deur wel dicht gedaan. Ze zijn op het moment niet op werk. Dat betekent al gelijk dat ze dag 1 te laat zijn. Het zijn nu al niet de beste werknemers, maar dat maakt niet uit. Maar voordat zij naar hun werk gaan vandaag, jongens, en dat zij hier weer op bezoek komen om onze plannen uit te voeren tegen de oorlog, of in de oorlog tegen Rick Force, oftewel Stinkhorse, wil ik hier nog heel even aan de slag gaan om een kleine verrassing, zo wil ik het ook niet echt noemen, maar om gewoon een indruk achter te laten van wow, dit hoofdkwartier wordt telkens geüpdate, ze zijn telkens bezig met het uitbreiden hier en het mooier maken en zo. Ik wil namelijk deze hele verdieping even zo goed als af hebben. Ik bedoel, zij mogen natuurlijk het koffiezetapparaat doen en een tennistafeltje en een, weet ik veel, een toilet of zo mogen zij regelen. Maar ik wil even dat soort dingen doen. En ik wil ook namelijk aan de buitenkant hier nog een grote W van Walnut neerzetten. Dat is natuurlijk het Walnut hoofdkwartier. Ik wil eigenlijk ook aan de andere kant hebben. Ik wil aan twee kanten wil ik denk ik een W hebben. Of alleen aan die kant. Weet je, ik kijk wel wat ik allemaal ga doen. We gaan in ieder geval een leuke timelapse starten. Dus veel plezier met het kijken in 3, 2, 1. Bababababa. Daar zijn we dan weer na een prachtige timelapse. En we hebben behoorlijk veel kunnen doen. Ten eerste staat er daar een prachtige mooie W eindelijk op het gebouw van het Walnut hoofdkwartier, jongens. Ik heb besloten om het daar te doen in plaats van daar. Ik had daar ook op een gegeven moment een H geplaatst. Maar het werkte niet helemaal lekker. En de timelapse heb je natuurlijk ook niet echt goed kunnen zien wat ik daar allemaal gedaan heb. Ik had eerst een kleinere W gemaakt. En toen had ik mijn timelapse uitgezet. En toen bedacht ik me, weet je, ik wil een grotere W. Dus vandaar dat er in één keer een andere W zit. Maar we hebben veel kunnen doen in het Walnut hoofdkwartier vandaag. Laten we even gelijk naar boven gaan. Dan ga ik jullie mijn progressie even aandachtig laten zien. In onze lift. Hoppakee, mijn hele inventory is ook nog vol. En dan komen we aan. Dan hebben we ten eerste hier wat mooie plantjes. En ik heb ervoor gekozen om er echt een kantoor van te maken. We hebben hier links en rechts hebben we allemaal van die kleine zithokjes waar al onze werknemers kunnen zitten. Die dan alle informatie kunnen opzoeken van Rick Force. En kijken of hij nog steeds net zo stinkt als altijd. En waarschijnlijk doet hij dat. Hij stinkt echt heel erg. Aan de andere kant ook natuurlijk. Dan hebben we hier een grote ronde vergadertafel. En ik vind het design serieus heel leuk. Ik ben vooral blij met, zeg maar, dit randje dat hier over uitsteekt en zo. Ik weet het niet helemaal over het hout in het midden. Maar als je een beter idee hebt, laat het vooral weten. We hebben hier een beetje kunst aan het plafond hangen. Ik weet ook, dat lijkt een beetje druppels. Dan hier nog meer van die bureautjes. Dan mijn kantoor hadden jullie natuurlijk al gezien. Hier wachtruimtes voor mensen die natuurlijk hier komen. Die kunnen dan gaan zitten. En die kunnen dan gewoon wachten tot ze een keer geholpen kunnen worden, weet je hier. Zelfs hebben we een afspraak met meneer KB. Of ze hebben een afspraak met Justin Oranje Shirtgast. Hier wil ik wat vis in het aquarium creëren. En dan heb ik dit hier bewust helemaal opengelaten voor meneer KB en Justin. En die mogen overigens ook gewoon extra details overal toevoegen. Stel, ze willen hier geen aquarium, maar een koffiezetapparaat. Dan mag dat. Ik heb hier ruimte voor ze vrijgehouden. Ik heb hier ruimte voor ze vrijgehouden. Daar natuurlijk, hier natuurlijk. Ze kunnen nog echt veel doen. Dus dat vind ik leuk. Maar dan nu gaan wij hier weer met de lift naar beneden, jongens. Ik vind het zo'n leuke lift. Vooral naar beneden gaan. Dat je net buiten het water kan kijken. En dan is het echt voor je gevoel alsof je in een lift zit op deze manier. Dan kom je. Hoppakee, dan ben je beneden. Wat ik nu wilde doen is beneden een beetje op gaan knappen. Dat wilde ik niet in de timelapse doen. Maar dat wilde ik wel gewoon een beetje in. Op deze manier genoeg. Gewoon letterlijk een beetje gaan bouwen en zo. En ik was, niet heel veel van plan. Ik wil niet alles gelijk af hebben hier. Maar ik wil wel een beetje de indeling gedaan hebben. Een beetje dat ik aan jullie kan laten. Ik kom letterlijk blokken tekort. Een beetje dat ik aan jullie kan laten zien hoe en wat, weet je. Gelukkig hebben we nog genoeg blokken. Dat scheelt. Ik wil, hier wil ik namelijk een mooie dat is pijnlijk. Verhoging hebben. Dus laten we hier dit allemaal eventjes weghalen, die cactussen. Die moeten we verplaatsen. Pakken we ze allemaal op. Hoeveel cactussen hebben we dan? 42! Damn! Dat is oprecht meer dan verwacht.
Hier wil ik dit dan zo dicht hebben op deze manier. Dus dat gaan we helemaal dichtbouwen. Oeh, er zijn maar blokken op. Maar dan gaan we gewoon eventjes lekker deze gebruiken. En dan doen we het zo meteen wel helemaal omtoveren naar het goede blok. Dan hier. Kijk, heb ik een bucket met water? Ik heb geen bucket met water. Heb ik nou geen bucket met water? Dan kunnen we er helemaal doorheen bonjouren. Ik heb een bucket. Alleen geen water. Laten we even snel water pakken. Hoppakee. Gooien we dit weer dicht. En dan kan ik nu, want deze vloer hier, jongens, die kan ik net zo goed even weghalen. Want ik wil hier toch letterlijk niks gaan doen. En dan heb ik nieuwe blokken, weet je. Ik wil hieronder, wil ik het helemaal leeg hebben. Hier gaat letterlijk niks komen. Ik wil hier een platform opbouwen. Dus ik kan het net zo goed helemaal weghalen. Want dan heb ik gewoon heel veel nieuwe blauwe blokken. Dat komt gewoon goed uit. Deze even ditje. Ik heb te veel dezelfde blokken bij me. Kijk, dan kan dit allemaal gewoon zoals dit even weg. Nee, mijn shovels. Waarom vergeet ik dat mijn shovel nou stukken gaan? Oh, ik let helemaal niet op, jongens. Waarschijnlijk hebben jullie 100 miljoen reacties achtergelaten. Mijn shovel is bijna stuk. Ik heb het door. Mijn shovel is stuk. Man. Heb ik er nog één? Oh, mijn armor, die moet ik wel even aantrekken. Dat heb ik uitgedaan sinds de afspraak met meneer KB en Justin. Maar sindsdien nooit meer aangetrokken. Oh, jezus, ik heb wel heel veel blauwe blokken trouwens. Oh, we hebben geen shovel meer. misschien wordt er iets verkocht op Marktplaats. Laten we even naar Marktplaats gaan. Welkom in de spam. Hey, ik dacht dat Rick aan het rondlopen was, maar dat is iemand met Rick's skin. Laten wij eerst even de dagelijkse beloningen claimen. Trouwens, ik wil... Wat gaan we claimen? De emerald, diamond... Daar laten we alles claimen. Ik heb wel te veel spullen bij me, dus laten we hier even in een hoekje gewoon even dingen dumpen. Gras hoef ik niet specifiek meer, die hoef ik niet meer, die hoef ik niet meer, die niet meer. XP bottles kunnen we gelijk gebruiken. Oké, zo is het helemaal prima. Laten we eerst even alles hier openen, jongens. En dan gaan we daarna kijken of we misschien een nieuwe schep kunnen kopen op Marktplaats. Hey, goede schoenen. Maar we hadden al goede schoenen. Ik wil gewoon een netherite pickaxe, axe of shovel. Weer die stomme emerald bun. Ik krijg deze shovel. Ik ga hem ook gewoon weggeven. Jij hebt geluk. Jij krijgt dit van mij. Alsjeblieft. Nou, laten we kijken. Wordt er een goede shovel verkocht op Marktplaats? Ik zie dat Fred wordt verkocht hier. Oh, 40.000 euro voor een machtige schep. 40.000 euro. Oké, hier een heilige voor 8. Ik denk dat dat beter is om te kopen. Die wordt door P.E. Wizen wordt die verkocht. Izan, kan ook, sorry. Hier een voor 6.000. Oké, P.E. Wouta. Jij hebt tot nu toe mijn meeste aandacht. Met je... wat is het? 6.000 of je shovel. En voor de rest zie ik niet echt iets bijzonders. Dus ik denk, jongens, dat wij gaan kopen. Is hij nou zojuist verkocht? Door iemand anders? Of wacht even hoor. Volgens mij is hij juist gekocht. En heb ik hem gemist. 6.000 hier. 6.000, jongens. Die gaan we kopen. Hoppakee. 6.000 en hebben we een nieuwe heilige shovel. Nou, laten we terug naar huis gaan. Oké, dan kunnen we onze taak hier weer voortzetten. En dat is gewoon dit allemaal weghalen. Want dit hebben we hier niet meer nodig op dit niveau. Wil ik het wel belichten hier? Want het donker mag het niet echt zijn. Want dan ga je heel veel monsters spannen. Dus torch, torch. En ik heb lanterns gekregen. Oh, die heb ik... Oh, nee, die heb ik hier. Lanterns had ik gekregen uit een van de bundels. Of een van de kisten. Dan gaan we heel even water plaatsen op deze manier. Zodat alles gewoon mooi concreet wordt. Oh, dan gaan natuurlijk al mijn toortjes weer weg. Ja, daar had ik over na kunnen denken. Dat had ik kunnen weten. Zo, oké. Hoppakee. Dan pakken we de toortjes op die per ongeluk weer zijn gesloopt. Die plaatsen we dan weer hier. Kijk, dan hebben we het in ieder geval dus zo... Oh ja, dat ziet er al beter uit, jongens. Dat ziet er al beter uit. Dan wil ik het, even denken, zo door laten lopen tot hier. En dan wil ik het hier, even denken... Wil ik het een beetje zo gaan doen. Kijk, een soort van... patroontje, weet je? Alleen dat moet wel symmetrisch gaan zijn. Is dit leuk? Oh ja, dit is zeker leuk. Dan zeg ik, jongens, ik heb een paar ideetjes en ik wil even kijken hoe het allemaal uitwerkt. Of hoe het er allemaal uit zal gaan zien, weet je? Ik denk dat dit allemaal echt heel leuk kan worden. Doe hetzelfde aan de andere kant. En dan hopen we dat het een beetje elkaar tegemoet komt. Maar dat is altijd het moeilijke aan dit soort dingen. Maar als ik het zo zie... Even kijken hoor. Ja, dit is symmetrisch een beetje. We zouden het zo door kunnen trekken zoals dit. Maar dat is dan weer niet mooi. Ja, dit is symmetrisch genoeg. Want er moet ergens ook natuurlijk nog een trappetje zijn. Maar ik wil hier beneden een beetje een soort fabrieksvibe geven, jongens. Boven is het kantoor en beneden is de fabriek, weet je. Eigenlijk geldt hetzelfde voor hier, besef ik me nu. Hier wil ik een beetje hetzelfde idee hebben. Dus eigenlijk moet ik hem door laten trekken. Als dat kan. Ja, dat kan. Dit trekken we helemaal door naar beneden. Dit. Ah, ik schrik me helemaal kapot telkens van het vuur, man. Ik denk dat ik word aangevallen. Jongens, dit gaat er goed uitzien. Het matcht allemaal precies. Het gaat allemaal goed komen, geen zorgen. Hier moet hetzelfde komen, zoals dit. Oh, even kijken. Zoals dit. Dit kan weg en dan moeten we dit hele patroontje even opnieuw bedenken. We moeten echt even die fabrieksvibe hier beneden hebben. En ik wil hier daadwerkelijk ook mijn chestroom en zo hebben. Weet je, boven is het serieuze gedeelte, maar hier, ik moet ergens een normale chestroom hebben in plaats van buiten in mijn tuin. Buiten in de voortuin kan echt niet meer. Dat is oprecht gewoon best wel schande dat dat nog steeds een ding is.
Hetzelfde hier trouwens. Hier kunnen we het blauwe ook weer weghalen. Dan hebben we weer nieuwe blauwe blokken. Gaan we het weer met water natuurlijk helemaal eventjes mooi blokken van maken. Wat staat mijn stoel trouwens, Venne, achter al de hele tijd? Die moet gewoon meer zo staan. Ik, zeggen, ik kon lekker, niet eens lekker leunen. Of trouwens, ik kan beter gewoon omhoog zwemmen zoals dit. Hoppakee. En een patroontje brengen we zo meteen terug, jongens. Ik moet eerst even de vorm bedenken. Anders kan ik wel patroontjes blijven maken. Maar uiteindelijk gaat het dan niet echt lekker lukken. Alright, het ziet er al goed uit. Er begint al iets meer gewoon vorm hier binnen te komen. Daarbovenop kan je natuurlijk zo meteen met platformen gewoon staan, jongens. Dan ga ik de muren nog even netjes afwerken zo. Maar laten we nu eventjes het begin hier ook netjes maken. Ik denk namelijk dat ik dit randje hier gewoon door laat lopen, zoals dit. En dan tot hier, op zijn minst. Zo, kijk, dan loopt het helemaal rond tot aan het begin. Nou, misschien dat ik het trouwens dan eentje minder breed doe, namelijk tot hier. Kijk, dat ziet er al beter uit. Dan extra palen toevoegen op deze plek, op de hoekjes en zo. Ook in dit hoekje denk ik dan, hier een paaltje. En nu weer gewoon een soort patroontje maken. A few moments later. Oké, ik heb een beetje doorgewerkt, jongens. Ik heb overal nu dat platformpje gebouwd. Overal die soort van balken die het ondersteunen gebouwd. Het moet een beetje de vibe geven. Als je een hijskraan hebt, weet je in het echt, dan heb je ook altijd van die soort balkjes die het ondersteunen. Die vibe wil ik eraan geven. En dat heeft het nu ook wel een beetje, dus daar ben ik blij mee. Dus nu is het hier ook wat vierkanten beneden. Daar kunnen we wat meer. Dan gaan we met dit muurtje hier doen wat we boven ook gedaan hebben. Kijk, we hebben hier boven met het muurtje gedaan als een soort van ribbenkast om de witte blokken heen zitten. Dus van die grijze blokken zo. En dan leaves. Alleen de leaves ga ik beneden, denk ik, weglaten. Omdat ik het daar iets industriëler wil hebben. Jemig. Dan boven. Boven is het natuurlijk gewoon modern. Prachtig kantoor, weet ik wat allemaal. Dus maar ik wil wel die ribbenkast een beetje mooi hebben. Dan moeten we even hier omhoog zien te komen. Zo. Even denken hoe ik dit wil doen. In ieder geval die blokken. Hier. Oh, daar kom ik net niet bij. Oh, nee. Hier wil ik het helemaal zo hebben. En dan nu die ribbenkast vanaf dit blok hier. Zo. Alleen omdat het wat hoger en groter is, wil ik het denk ik om 2 hebben. Of 2 om 1 in plaats van... Oh. In plaats van 1 om 1. Als jullie snappen wat ik bedoel. Ik ben er nu echt een rommeltje van aan het maken, maar dat maakt niet uit. Laten we met leaves hier zo bouwen. Het is ook nog mega donker hier, maar ik denk dat ik in dit hier dus wel een mooie belichting kan gaan regelen. In deze ribbenkast, maar dat komt later wel. Belichting vind ik nog niet zo heel belangrijk. Op zijn minst nog niet in deze muur. Ik wil zometeen wel even de spotjes in het plafond maken, want dat het daar zo donker is vind ik gewoon echt niet kunnen. Oh, dat komt precies uit dit. Wat ben ik hier blij mee. Dan halen we de leaves weer weg. En dan gaan we de andere kant even doen. Weet je wat ik moet doen, jongens? Ik moet gewoon een lantern op mijn hoofd doen, dan zie ik weer meer. Kijk hoeveel beter het nu is. Ik kan nu gewoon overal waar ik ben, kan ik gewoon weer normaal kijken. Het was veel te donker. Oh, dit ziet er cool uit, jongens. Moet je nagaan als ik de andere kant heb gedaan. Wat een kunstwerk zijn we aan het bouwen hier. Het is gewoon echt een kunstwerk aan het worden. Niet eens meer echt een gebouw, maar gewoon kunst. En dan eigenlijk hoop ik dat ik even aan endrots kan komen. Misschien dat die verkocht worden ook op Marktplaats. Want dat zijn natuurlijk van die hele moderne, dunne stokjes licht. En ik denk dat dat het serieus mijn beste optie is om deze muur hier te belichten. En sowieso alles hier een beetje. Spotjes in het plafond ga ik net zoals dat doen, weet je. Dus met glas en met, hoe heet die dingen überhaupt? Shroomlights volgens mij. Zeg maar, wat een verschil al hier beneden, hè. Nu al gewoon met zo'n klein, zulke kleine dingetjes. Doet zoveel. Dit lijkt wel echt de ruggengraat van het gebouw, dit hier. Want dit is ook de voorkant, dit is het hoofd. En dat is daadwerkelijk gewoon de ruggengraat. Het enige is waar ik geen rekening heb mee gehouden, jongens. Er zijn niet echt trappen op het moment hier naar boven. Maar ik denk dat ik die wel nog kan maken op verschillende plekken, weet je. Weet je, laten we de spotjes in het plafond doen. Dat gaat echt een heel vervelend taakje worden. Ik heb er echt absoluut geen zin in. Maar daarom gaan we het juist doen, want dan zijn we er vanaf 13. Zullen 13 lampjes genoeg zijn? Misschien wel. Misschien dat ik wat meer wit glas nodig heb. Dat kunnen we natuurlijk best wel simpel gewoon gelijk even maken. Ja, oké. 45. Dan hebben we 100% genoeg. Dan heb ik even wat dirt nodig om mee te gaan klooien. Eigenlijk heb ik scaffolding nodig, jongens, maar dat heb ik gewoon niet. Maar dat is wel iets wat ik gewoon moet gaan maken. En met scaffolding moet gaan leren bouwen, want dat gaat me zoveel moeite besparen. Ik denk dat daar het allereerste spotje komt. Precies daar. Dat is volgens mij precies op dit blok hier. Komt volgens mij het spotje. Dat zou zijn... Oh, nee, dat is niet deze. Hier komt het spotje. Dat zou betekenen... De froglight hier. Oh, andersom, ik doe het verkeerd. Froglight. Oh nee, ik doe het bijna weer verkeerd. Glas hier. Froglight hier. Carpets erop. En dan beneden even kijken hoe het eruit ziet. Kan ik even kijken of ik blij ben met hoe ik ze wil gaan hebben, de spotjes. Als ik het leuk vind, ga ik het overal doen. Oh, ja jongens, dat is perfect. Kijk hoeveel licht dat geeft. Als we dat overal netjes in een bepaalde volgorde doen, dan ga je zo een mooi plafond krijgen met gewoon spotjes erin. Nou, laten we die spotjes daar even overal maken in 3, 2, 1. En alle spotjes zitten erin, jongens. Het is op zich mooi. Ik vind het mooi. Ik vind het zeker mooi. Alleen, ik stoor me wel aan het feit dat je nog van die donkere vlekken erin ziet. Alleen, ik weet niet zo goed hoe ik dat op moet gaan lossen. Want ik kan wel
overal in één keer van die spotjes plaatsen. Maar dan krijg je een hele, ja, stippelachtige plafond natuurlijk. Kijk, je kan zien trouwens dat het behoorlijk fout is gegaan tijdens het bouwen van dit. Er viel alleen maar concrete powder naar beneden en toen weer water naar beneden en toen nog meer concrete powder. Het is echt een rommeltje geworden tijdens het bouwen van dit. Maar het had altijd erger kunnen zijn, jongens. Het had veel erger kunnen gaan. Dan de volgende taak, wat ik wil doen. Ik laat het voor nu even zoals dit. Misschien dat ik er later op terugkom en die donkere vlekken op kan lossen. Maar in principe is dit al gewoon goed genoeg, weet je. Het is goed genoeg belicht. En het geeft een beetje een soort gelige kleur, omdat het half donker, half licht is. Dat vind ik dan wel minder. Oh, dat is zo irritant dat elke keer mijn vloer verpest wordt hier. Laat het nu ook gewoon even zoals het is, omdat ik puur geen zin heb om het weg te halen. Wat we nodig hebben... Oh, leg net mijn deur weg, maar ik heb het eigenlijk wel weer nodig. Ik ga even zorgen dat we hier bovenop ook een vloertje hebben. Dus dat betekent dat hier dan dirt moet gaan komen. Zeg maar op dit niveau. En daarbovenop kunnen we het concrete powder weer plaatsen. En dan kunnen we daarna op dit randje hier kunnen we allemaal glas plaatsen. En dan heeft het een beetje dezelfde vibe als boven, maar dan wat industriëler, zoals ik al eerder heb gezegd. Oh, ik heb trouwens ook dit gedaan in de tussentijd, jongens. Ik heb dat helemaal opgevuld met deze kleur, deze grijs concrete kleur. Ik was toch bezig en ik was daar op een gegeven moment bezig, dus ik dacht, weet je, daar kan ik het ook gewoon doen gelijk. Kijk, jongens, nu komen die roze blokken ook nog eens verpast. Mijn dirt is namelijk op. Daar kunnen we gewoon hier de roze blokken voor gebruiken. Dit gaat toch nooit iemand zien, weet je, wat ik hier nu aan het doen ben. Alles wat ik hier nu aan het bouwen ben op dit niveau, dat wordt letterlijk zo meteen onder de blauwe concrete hier bedolven. Dus dat zie je toch niet meer. Oh mijn god, ik heb niet genoeg meegenomen. Waarom neem ik niet genoeg mee? Je weet toch dat je meer nodig hebt. Kijk, nu gaan we ook gewoon gelijk 2 stack meenemen. Zo. Zo, dan kunnen we overal de blauwe concrete plaatsen. Ik denk oprecht, jongens, dat dit nog wel eens een leuke plek kan zijn voor mijn chestroom. Dit grote platform hier. Kijk, ik denk dat namelijk als ik hier dus dat glas zoals dit plaats... Dan moet het wel daarna dicht gaan hier. Maar dan komen we zo meteen wel voorbij. Eerst even dit glas hier doen. Tot en met... Nou, we kunnen het wel gewoon netjes op deze manier afsluiten. Zo. Kijk, en als ik nou hier gewoon allemaal kisten doe. Dat ik hier een randje... Heb ik die toevallig? Ik heb ze ook nog bij me ook. Dat ik hier bewijs van een randje zoals dit doe. En dat dan natuurlijk netjes afwerk. Dan kunnen de kisten tegenaan. En dan zou ik hier gewoon een hele unieke chestroom kunnen maken. Ik denk dat dat serieus nog best wel leuk kan zijn. Ik kan ook slabs gebruiken in plaats van stairs. Weet je, dat ik het zeg maar... Oh, of de combinatie dat we het zo doen. Zo. En overal op de hoekjes gewoon stairs. Dan zou ik er gewoon wel kisten tegenaan kunnen plaatsen. Want kisten kunnen natuurlijk niet open als ze tegen een volledig blok aan zitten. Kisten moeten altijd, zeg maar, als er een blok boven zit, moet een slab zijn. Of een stair. Of een ander, niet in ieder geval heel blok. Maar hier zou ik nu gewoon letterlijk mijn kisten kunnen plaatsen. Laten we het sowieso even een beetje belichten hier. Het is namelijk nog steeds veel te donker op de huidige manier. Zo. Zou ik dat willen, mijn kist? Ik denk dat het wel leuk kan zijn, mijn kisten hier. Maar ik ga dat deze aflevering niet doen, jongens. Laat me weten in de reacties, want we moeten deze platformen hier moeten we natuurlijk ook nog volbouwen. Dus wie weet zijn dit wel veel... Dit is al veel logischer als ik hier kisten zou doen. Alleen ik zou dat een leukere plek vinden om mijn kisten te doen. Maar gelukkig hebben we reacties en kunnen jullie die achterlaten. Altijd benieuwd naar wat jullie te zeggen hebben. Dan lantern, 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 lantern. En dan gaan we dit door laten lopen zoals dit. Dan loopt hij hier ook zo. En dat is niet mooi. Dat is zeker niet mooi. Ik zit even te denken. Het kan gewoon zoals dit. Zou het gewoon in principe het meest netjes zijn. Alleen ja, dan kan je hier soort van doorheen. Maar ja, dat ga je toch niet doen. Dus ik vind het prima. En dit hier. Oh, oei. Tot hier? Ja, tot daar is prima. Vullen we het hier nog even netjes op. En het fijne is dat het daar nu ook... Kijk hoe goed dit eruit ziet. Je moet dat even wegdenken. Maar kijk hoe goed het er al uitziet. Hier ook weer het glas. Dan moet ik wel nog manieren bedenken hoe je hier gaat komen. Want het is echt letterlijk... Ik heb nog geen trappen. Dat zei ik net ook al. Alleen ik besef het met telkens meer. Ik heb gewoon nog geen trappen daar naar boven. Oh, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er wel echt heel goed uit. Ik ben benieuwd, als meneer KB en Justin hier komen, ze zijn vanavond nog niet online geweest. Ben jij al online geweest? Dit is namelijk het IP, jongens. Met dit IP kan je de server joinen. play.contactv.nl. Wil je nou ook mee spelen? Doe gewoon even mee. Speel je nou Bedrock Edition, heb je een poort nodig? 26006! Doe nou even mee! Gewoon even leuk doen! Alright, kijk, het is donker buiten. En dat betekent dat het normaal ook echt pikken donker zou zijn in mijn basis. Maar... Inmiddels, jongens, als je de toortjes... Ja, dat is natuurlijk nog niet heel mooi belicht, maar... Het zeg maar, het begint al mooi belicht te worden, weet je. Het plafond is nu goed. Deze muur hier ziet er al goed uit. Dit hieronder ziet er goed uit. Er zijn platformpjes gecreëerd waar we dingen kunnen gaan doen. Ik moet alleen bedenken wat ik hier in de grote open vlaktes ga doen. En dat is heel moeilijk. Ik kan gewoon decoratie doen, dus misschien nepmachines. Of ik kan het wel gewoon open houden. Ik kan misschien...
Ja, ik kan van alles gebeuren, jongens. Ik kan echt van alles doen. Dat is het leuke. Laten we dan nog heel even toch deze stinkvloer hier fixen. Zo geen zin in, maar het moet even. Want ik was helemaal mijn verhaal heb ik niet afgemaakt. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. En of ze ook boven dingen gaan doen, weet je. Of ze misschien dingen gaan bouwen. Kom jij hier binnen? Oh, er komen zombies binnen, jongens. Er komt er nog één aan. Ga weg. Alright, dat is ook opgelost. Ja, dan ben ik tevreden met het resultaat voor de basis vandaag, jongens. We hebben even genoeg gebouwd. Ik moet nog heel even weer even nu een momentje nemen om na te denken wat ik nog meer allemaal wil gaan doen. Bijvoorbeeld dat ik met dit hele voorstuk hier genoemd van binnen ziet het er namelijk nog steeds niet mooi uit. Dit vind ik. Kijk, deze kant begint er wel goed uit te zien nu. Maar dit? Maar dat is een probleem voor in de toekomst. En dan bedoel ik waarschijnlijk een van de eerste volgende afleveringen of zo. Want voor nu, jongens, gaan we deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat nou even, want we zitten bijna op 300.000 abonnees. We hebben echt oprecht nog iets van 2.500 nodig. En kom op, 300.000 abonnees, we zitten zo dichtbij. Ben je nou al geabonneerd, dan wil je gewoon de volgende video kijken. Moet je dat gewoon even hier doen. Je kan hier klikken, dan hoef je gewoon niet eens moeite te doen. Gewoon erop klikken, kijken, pak je popcorn, pak je broodje. En kijk nou even. Nu spreek ik later, luister, wat wil je? Tot de volgende keer.